Jodenhaat leidt op in Amerika. Uit cijfers van de FBI blijkt dat het aantal gevallen van antisemitisch geweld en haatincidenten 3 jaar op rij fors is toegenomen. Zo waren er de afgelopen weken in en rond New York verschillende aanslagen waarbij doden en gewonden vielen. Vooral binnen de Joods-orthodoxe gemeenschap zit de schrik er goed in. Na de Tweede Wereldoorlog hadden de meeste Europese Joden 2 bestemmingen, Israël en Amerika. In New York ontstond zo een van de grootste Joodse gemeenschappen ter wereld. Hier voelden ze zich veilig. My own parents, they were both Holocaust survivors. Maar hoe veilig voelen New Yorkse Joden zich na een reeks gewelddadige incidenten? Being that we are very easily identifiable as Orthodox Jews because of the way we dress, we feel that we are being targeted unfairly because we are easy to be identified. Vooral een recente aanslag op een orthodox gezin heeft diepe indruk gemaakt. Een rabbijn raakte daarbij zwaar gewond en ligt nog steeds in coma. That night that it happened, the entire community was awake. We couldn't fall asleep that night. Everyone was terrified. What was happening? Who was hurt? Do we know who was hurt? Where is the attacker now? It was a terrifying night. Ook de autoriteiten in New York zijn wakker geschud. Synagoges en Joodse scholen krijgen extra politiebewaking. My brother was shot at for being a Jew just a few months ago. You know, things like I was once disinvited from a party as a little girl because I was told my mommy says no dirty Jews in the house. En op Twitter ging de hashtag MeJew, ik Jood, viral. The idea was to show the magnitude of antisemitism, to show that there are small daily incidents that happen in the lives of Jews around the world that really target them for their identity. De campagne op sociale media heeft zo een beerput van Amerikaans antisemitisme blootgelegd. I'm a child of a Holocaust survivor myself. With all the latest and recent hate crimes, I do feel that I understand them more of what they went through. And it's a terrible situation. Voor de Joodse gemeenschap is het daarom extra pijnlijk nu ze aan de vooravond staan van de grote Auschwitz-herdenking.